Mijn naam is Jeffrey. Wat ik het leuke vind aan reptielen is dat ze heel erg een eigen zinnetje hebben, een eigen willetje. Dat vind ik wel, dat kan ik wel waarderen in een dier. Een dier die een kuddedier bijvoorbeeld, dat is allemaal wel leuk, lief en aardig, maar een dier wat echt een eigen willetje heeft, dat vind ik leuk om te zien. Kom je 's ochtends om een uurtje of 10, kom je binnen, alle dieren controleren als eerste. Dan is het zachtjes aan 11 uur en dan gaat de winkel open. En dan klanten helpen en ook de dieren verzorgen, water geven, voeren, schoonmaken, bestellingen maken. Een vriend van mij die had slangen en zo ben ik daarmee in aanraking gekomen. Door het kweken van de slangen. Op een gegeven moment gingen wij naar beurzen toe. En heb ik ook gezien dat je andere dieren kan kweken. En zo is het steeds groter geworden. Op een gegeven moment heb ik besloten om een webwinkel te beginnen. En op beurzen te staan ook. En dat is steeds groter geworden en kreeg het steeds drukker. En toen ben ik de winkel begonnen. Mensen die bij mij in de omgeving, wat vinden ze van mijn werk? Ze vinden het apart. Het is het ook, je ziet het. Eigenlijk waren heel weinig hier in Nederland. Dat vind ik ook wel weer grappig. Als ik de dag hier afsluit, neem ik mijn werk niet mee naar huis. Omdat ik graag gewoon ook een ander leven wil hebben. Tenminste, het is natuurlijk wel mijn werk slash mijn hobby. Maar ik heb ook nog een ander leven. Tenminste, ja, er zijn ook nog meer dingen in het leven die leuk zijn. Ik zou wel graag misschien een tweede winkel erbij. Op dit moment, met de economie, gaat het wat minder. Dus moeten we eventjes daarmee wachten. Maar het is wel de bedoeling dat er een tweede winkel komt. Ja. Dus als een jongere met deze hobby wil beginnen en ook zijn professionele leven ervan wil maken, moet hij er heel veel tijd in steken. Dan heb je eigenlijk geen privéleven meer. Daarom ben ik ook de winkel begonnen, omdat ik geen privéleven meer had. Toen ik dat kon doen, heb ik dat gedaan. Eigenlijk kan het niet. Je moet er gewoon bijna 24 uur per dag mee bezig zijn. Om alles goed te kunnen doen. Het moet echt je passie zijn. En dan gaat het je lukken.